Sparta verzuimde vorige week de derde periode te pakken. Jan-Dirk, is het Pastoor-effect nu al uitgewerkt? Ja, ook Alex Pastoor is geen wonderdokter. Er is meer van nodig om deze zieltogende club weer terug aan de top te brengen. Dit is FC Rijnmond. Een bijzonder goedenavond. Welkom bij FC Rijnmond. Het is altijd op de vrijdag en de zondag te zien op TV Rijnmond. Je kent het recept. We blikken vandaag vooruit op dat wat komen gaat. Dat doen we met Jan-Dirk Stouten en naast hem aangeschoven de trainer van Sparta, Alex Pastoor. Alex, welkom. Vorige week sprak je over de witte broodsweken die je bij Sparta hebt gehad. En nu moesten we maar eens kijken waar het naartoe ging. Hoe bevalt het huwelijk nu dan? Want vaak na de witte broodsweken is de jeu een beetje eraf. Ja, als je verliefd wordt op iemand, dan blijkt na een aantal weken dat je partner geen bloemetjes poept. Maar dat is thuis goed gegaan en bij Sparta ook nog steeds. Ja, maar hoe staat het ervoor bij Sparta? Want ik bedoel, je hebt een periode kunnen wennen, kunnen kijken wat er gebeurt. Ja, nou, prima. Ik heb het naar mijn zin. En we zijn elke dag volgens mij op een goede en constructieve manier aan het werk. En weet je al hoe ver je bent in dat proces? Dat vind ik wel een beetje moeilijk. Want we hebben in de laatste wedstrijden te kampen gehad met wat tegenslag. Maar desondanks zijn we eigenlijk prima blijven voetballen en een hoop kansen blijven creëren. Dus eigenlijk heb ik me voor de groep twee dingen daar naar voren gehaald. Dus het rendement uit het aantal gecreëerde kansen, dat moet omhoog. En het tweede is dat in geval van Emmen, dat was eigenlijk de enige wedstrijd dat we de hele wedstrijd matig speelden. Mm-hmm. Maar wel op voorsprong kwamen en ik vind dat je matige wedstrijden waarin je op voorsprong komt ook moet kunnen winnen. Nou ja, daar hebben we nog een aantal wedstrijden tijd voor om dat te oefenen, maar ook meteen in de praktijk te brengen. We gaan straks verder over praten, Jan-Dirk. Deze week kwam ook het nieuws naar buiten dat Ad Heijsman, de voorzitter, directeur, de man achter Dordrecht, vertrekt. Dat heeft hij vaker aangekondigd, maar nu is het definitief. Wat is er aan de hand? Ja, een beetje vaag wel, want hij gaat ook al per eind deze maand gaat hij weg, Ad Heijsman, die toch ook onderdeel is geweest van de wederopstanding van deze club. Maar ik heb sterk de indruk, als je ook een beetje tussen de regels doorluisteren en ook met Ad Heijsman persoonlijk praat, dat hij gewoon vindt dat dit niveau eigenlijk te hoog gegrepen is voor Dordt. Hij heeft letterlijk een keer tegen mij gezegd, begin van deze competitie, ik mis de vrijdagavond. Van de week in een gesprek met Sinclair zegt hij letterlijk, ik kan er nog steeds niet aan ontdekken wat er nou zo leuk is om op zondagmiddag 12:30 in Groningen te spelen. Heijsman is er eigenlijk diep van binnen overtuigd dat Dordt op deze locatie in de eerste divisie moet spelen. En op een hoger niveau valt het hem gewoon zwaar. Dus Dordt moet, maar wat hem betreft, terug naar de Jupiler League. Nou ja, hij vindt wel dat de club daar thuis hoort. Dan moet ik wel zeggen dat ze in Kees van der Poel een uitstekende vervanger hebben. Die heb ik van de week zelf lang gesproken. Is een eigenaar van 3 Albert Heijn filialen, ook in Dordt. En wat ik wel mooi vind, hè, dat tekent ook de liefde voor Dordt met deze man. Die heeft gewoon 3-4 jaar lang een aantal dagen in de week belangeloos voor Dordt gewerkt. Een zakenman, ondernemer, en die gaat de club voorlopig leiden. Goed, en dit gebeurde er deze week allemaal nog meer. Je had de magie van Uri Geller uit Israël. Of de wonderbaarlijke kruiden van Krasin uit Zalk. Als je gevallen bent bijvoorbeeld, is er niks beter dan een kolenblad op die. Maar dit alles valt in het niets bij het orakel van de Kromme Dijk. Ja, en hoeveel gaan we winnen? Kijk. Ruim 90 minuten later kreeg de jonge Dordtenaar gelijk. A star is born. Uitgerekend in een week waarin iconen vertrekken. Ad Heijsman bijvoorbeeld. Na 12 jaar vertrekt hij als voorzitter, directeur, weet ik veel hoe je dat tegenwoordig noemt daar. Ad gaat gewoon leuke dingen doen. Ad wordt supporter van FC Dordrecht. En ja, ik probeer nog steeds te ontdekken wat er voor grappen is om op zondagmiddag om 12:30 in Groningen te voetballen. Dat kan ik voor mezelf nog niet ontdekken. Nou Ad, zondagmiddag 2:30 in Utrecht is niet heel veel beter. Zeker niet als Feyenoord een uitslaapdienst heeft van 1,5 uur. Je kan er allerlei S-woorden op loslaten. Slecht bijvoorbeeld. Het is wel slordig. En tussen slordig en slecht zit een heel groot, veld zit daartussen. Ja, met andere S'en als slaapverwekkend, saai en chockerend. Overigens had het orakel uit Dordrecht ook voorspeld dat er ook iemand bij Feyenoord zou vertrekken. Maar wat is nou een mooi vertrek? Ja, dit is wel een mooi vertrek. Nou, en hoe regisseer je dat? Nou, niet door een maand lang om de hete brei heen. Kom, hoe noem je dat ook alweer? Om de brei in breien. Oh ja, zo was het. Nee, bij een club waar alles uitlekt, kan je maar het beste open kaart spelen. Ik ga niks uitleggen. Daar ga ik niet op in. Is niet aan de orde. Maar dan hoop ik ook dat jij begrip voor mij hebt, dat ik daar geen antwoord op geef. Ik ga er niet op in. En dan, daar wil ik het ook bij laten. Arriba, arriba, andere, andere, iha. Nog 3 maanden en dan is Fred vertrokken. Misschien wel op hoes naar FC Twente. Ik ben nu al 35 jaar, woon ik in Twente, dus ik ben een aantal een Twentenaar. Dus waarom zou Fred niet teruggaan naar de club waar de clubkleur symbool staat voor de huidige financiële situatie?
Daar in Tukkerland is er ook een vertrek gaande, namelijk van een heel elftal. FC Twente trekt de belofteploeg volgend seizoen terug uit de Jupiler League. Zo wordt Sparta's angstgekenaar door de eigen club geëlimineerd. Want in 4 wedstrijden tegen Jong FC Twente werd er nog nooit gewonnen van deze geweldige tegenstander. Ook afgelopen weekend niet. Mooi nieuws in deze karige weken op het kasteel. En zo, de toon is gezet. Ben je blij mee, hè, Jong Twente eruit? Als je dan in de Jupiler League zou blijven met Sparta, ben je die niet voor kwijt. Ja, dat hebben ze van tevoren ook niet gezegd, dit. Oh, dat wist je niet van tevoren? Nee. Rotstad. Ja, naar. Laten we even over Feyenoord praten, want deze week werd dan officieel bekend, wat wij eigenlijk al langer wisten, dat Rutte ging vertrekken. Hoe staat het met de opvolging? Is die al? Hoe staat het met Van Gastel en Van Bronckhorst bijvoorbeeld? Ja, sowieso ben ik blij dat Rutte van de week heeft erkend dat ze beter vanaf minuut 1 open kaart hadden kunnen spelen. Want we hebben een aantal persmomenten met Rutte gehad die ronduit lachwekkend waren. Ja, dan die opvolging, veel discussie. Mijn informatie blijft dat Feyenoord in eerste instantie met Van Gastel gaat praten om die hoofdcoach te maken. Maar die lijkt zelf toch wel heel goed na te denken en ook een beetje te twijfelen over zijn toekomst. Hè? Want al een keer vastgesteld op deze plek, als je Mario Been is een heel goed voorbeeld. Als je bij die club van die club houdt en in zijn rol gaat functioneren, ook Alex weet er alles van, kun je ook binnen 1,5 jaar afgeserveerd worden en krijgt die relatie een flinke knauw. Maar ze zetten voorlopig wel in op het duo van Bronckhorst en Van Gastel. Dus mannen als Maas en Henke Larsson, die mogen even in de wachtkamer. Ja, Larsson wordt niet genoemd, maar die gedachte vind ik niet onlogisch, moet ik zeggen. Je praat over iemand met een Feyenoord-achtergrond, gaat bij Helsingborg beginnen aan zijn 6e of 7e seizoen. 6e seizoen, ja. 6e seizoen als hoofdtrainer, dus iemand met ervaring. En dat is toch vaak een voorwaarde om te slagen. Hoe moeilijk is het, Alex, om als assistenttrainer in de Kuip aan de slag te gaan als hoofdtrainer? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe die relaties liggen. Maar ik denk wel dat het goed is als dat soort namen, of beter gezegd dat soort leeftijden naar voren komt. In plaats van weer de oude hap opgraven, om het zo maar te zeggen. Wat vernieuwing in het trainerschilder. Ja. Moet een trainer in de Kuip, moet een hoofdtrainer überhaupt ervaring hebben, Alex, vind jij? Nou, ik weet nog dat in mijn tijd Seedorf debuteerde. En ervaring krijg je vooral door het te doen. En je komt er pas achter op het moment dat iemand aan het werk gaat. Dus gewoon proberen. Maar de voorwaarde is wel, er is een directie die daarover nadenkt. En die kijken naar zijn profiel, naar zijn karakter. En die zullen daar ook gesprekken over voeren. Ja. En ondertussen wordt er nog steeds gesproken met Kuyt of niet? Het is een beetje rustig, hè? Ja, nee, maar dat was rustig. Dat heb ik al vaker gezegd. Ja, bij Rutte dachten we het ook. Dan liep het anders. Maar dit gaat wel goed komen. Ja, ik wou zeggen, Rutte zei dat ook 90 dagen. Guidetti misschien ook wel. Dus dat zou een prachtige combinatie zijn. Ja, maar Kuyt, Guidetti, goede combi en dan... Ja, het is allemaal niet zeker, maar Van Geel is wel niet voor niets in Schotland geweest afgelopen weekend. Ook RTV Rijnmond was daar, hebben we gisteren beelden van laten zien. En maandag in Sportclub Rijnmond een lange reportage over Guidetti bij Celtic in Glasgow. Maar Kuyt, dat komt goed. Dat is al lang in kan en kruiken. In het nieuws zagen we ook de burgemeester van Rotterdam, Abu Talab, reageren. Die vertelde daarin dat er frictie is tussen aan de ene kant de clubleiding van Feyenoord en aan de andere kant de supporters van Feyenoord. Een machtsstrijd. Maar daar is de directeur van Feyenoord, Erik Gudde, totaal niet mee eens. Nou kijk, er worden uitspraken gedaan als dat er een machtsstrijd zou zijn tussen supporters en de leiding van de club. En daar was ik inderdaad waanzinnig door verrast. En niet alleen ik. Ik begon vanmorgen met een meeting met een aantal collega's binnen Feyenoord, dwars door de organisatie heen. En die zei, joh Erik, wat is hier godsnaam aan de hand? Waar gaat dit in hemelsnaam over? Ik geef nog een ander voorbeeld. Wij zitten, Mark Oevermans, Martin Vergeel en ik, elk kwartaal zitten we met de supportersraad. Dat is een 25 mannen en vrouwen uit alle geledingen in het stadion. En daar proef ik niet het woord machtsstrijd. Integendeel, we zijn het heel vaak over onderwerpen niet meer ook eens. Maar daar is gewoon een open discussie, scherpe discussie, zoals het ook gewoon hoort. Maar machtsstrijd, no way. Wij hebben elke 6 weken, en er zitten heel veel mensen van de directie bij, hebben we overleg met de FSV. We hebben het legioen, we hebben de supportersraad waar ik net al over aangaf. Dus kortom, die lijnen zijn er. En vandaar ook dat ik de teksten van de burgemeester zo onjuist als ongenuanceerd vind. Want het komt nu net over alsof 44.999 mensen plus 1.950.000 buiten stadion daarin tegen zijn. Nou, ik kan je verzekeren, dat is absoluut niet aan de orde. Er zijn altijd weerstanden, maar dat heb je bij een grote club als Feyenoord. Ja, het hele interview staat na te luisteren en te zien op Rijnmond.nl. Maar Jan Dirk, je hebt ook gesproken met supporters inmiddels. Supporters die Onze nieuwsredactie heeft Ron Smit gesproken, voorzitter van de FSV, de Feyenoord Supportersvereniging. Die zegt, nou, Abu Talab heeft wel degelijk gelijk. Er zijn al lange problemen tussen ons en de directie. Goed dat de burgemeester nu de vinger
op de zere plek legt. Bovendien zegt hij, de gesprekken lopen niet goed. We praten weliswaar met elkaar, maar zitten zeker niet op één lijn. En ook als het gaat om het oplossen van een aantal problemen, zoals in de thuiswedstrijd tegen AS Roma weer is gebleken. Ja, daar verschillen wij gewoon wezenlijk van mening met elkaar. Is het nou heel slim van Feyenoord om zo te reageren? Gudde zegt nu, ja, het is onjuist, ongenuanceerd. Terwijl je aan de andere kant het gemeentehuis nodig hebt om een nieuw stadion te bouwen. Maar ik vind wel dat je die kwesties los moet zien. Ook al heeft Leefbaar Rotterdam, Leefbaar Rotterdam heeft gelijk geroepen, dat moet eerst opgelost worden, dan pas kopen wij eventueel een aandeel in het stadion. Vind ik een beetje flauwe manier van politiek bedrijven. Ik hing op twee gedachten. Enerzijds vind ik dat mensen ook primair wel eens vanuit emotie mogen reageren. Ik heb Erik Gudde gezien vandaag. Ik heb hem zelden zo boos gezien. Hij was echt aangedaan door wat Abu Talib heeft geroepen. Anderzijds moet ook de voorzitter van deze club wel eens politiek bedrijven om uiteindelijk een goed resultaat te bereiken. Ja. Naast jou zit de trainer van Sparta. Laten we maar eens gaan praten over Sparta. Hè? De 18e trainer sinds de eeuwwisseling. Hoe heb jij getwijfeld überhaupt toen Sparta jou belde of je trainer wilde worden? Nee, maar ik heb er wel goed over nagedacht. Ja? Ja. Wat waren de overwegingen die je hebt gemaakt? Nou, vooral naar mezelf kijkend. Of ik daar aan toe was, of ik daar zin in had. En vervolgens wat het plan was. Nou, dat sloot aardig bij elkaar aan. En wat was het plan? Binnen een half jaar terug naar de Eredivisie? Nee, de komende 10 jaar in de middenboot gaan spelen. Nee, van de Jupiler League bedoel je dan? Ja. Dan moet je heel snel wat Heisman aanstellen als nieuwe leidsman op het kasteel. Nee, natuurlijk wil je promoveren. En, ja. De termijn, dat hebben we in het midden gelaten. Want midden in het seizoen instappen, dat is niet altijd even makkelijk. Maar serieus zonder termijn aangesteld bij Sparta wanneer je moet promoveren? Want elke trainer moet toch aan het einde van het seizoen zo snel mogelijk promoveren bij Sparta? Nou, je kunt beter omdraaien. Ik wil elke wedstrijd winnen. En als je elke wedstrijd wint, dan doe je aan het einde mee voor de play-offs. En als je in de play-offs meedoet, dan speel je die om te winnen. Ja. Ja, dat is een logica waar niks tussen krijgen is. Daar heb ik ook lang over nagedacht. Ik begrijp nu waarom je daar inderdaad lang over nagedacht hebt. Maar je bent nu met een plan bezig dat over die anderhalf jaar wordt uitgesmeerd. Moet ik het zo zien? Nee, want toen ik werd aangesteld, er werd dezezelfde vraag gesteld. En dan is het moeilijk te beantwoorden, omdat ik de groep niet zo goed kende. Ik kan beter zeggen, helemaal niet kende. Nauwelijks kende. En de competitie ook heel slecht. Nou, dat laatste, dat geldt eigenlijk nog steeds. Maar ik heb wel gezegd dat tot het einde van deze competitie, 8 mei, laatste wedstrijd tegen Graafschap, gaan we zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen. En onderwijl proberen we de speelwijze verder te ontwikkelen. Meestal zeg je andersom, we gaan de speelwijze ontwikkelen en dat moet zoveel mogelijk punten opleveren. Maar dat heb ik omgedraaid, omdat het winnen in deze, sowieso staat dat centraal, maar zeker in aanloop naar play-offs. Want dat moet voor Sparta sowieso de doelstelling zijn. Play-offs halen, dat staat buiten kijf, toch? Ja, ik vind dat je helemaal niks anders... Ik vind dat de vraag moet gesteld worden. Mm-hmm. Maar als die helemaal gesteld is, dan moet die nooit meer gesteld worden. Want het antwoord is altijd hetzelfde. Hey, toch is het niet zo vanzelfsprekend, hè? Want de verschillen zijn klein. Ook naar de ploegen die onder jullie staan. Nee, maar dat realiseer ik me wel. Maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal dan dat je doelstelling moet zijn. Ja. Dat was officieel de vraag. Ja, precies. Dat was de vraag. Maar nu terug naar wat Dirk zegt. Want dat proces waar je dan in zit, hè, proberen die speelstijl te ontwikkelen ondertussen te winnen. Nee, te winnen. Te winnen en ondertussen de speelstijl te ontwikkelen. Maar dat je daarmee bezig bent en ondertussen zie je dus dat je ook nu 3 wedstrijden op rij niet die punten pakt die je wil pakken. En dat dus het gat met de nummer 11 nog maar 3 punten is. Ja, maar dat is de realiteit. Kijk, waar wij wat aan kunnen doen is proberen voetbal te brengen wat ik zeg, leuk is om te doen, leuk is om naar te kijken. Maar het moet ook rendement opleveren. Nou, en in de laatste 3 wedstrijden heeft dat tekort rendement opgeleverd. Dat was ook zo in de wedstrijd tegen Den Bosch. Dat was ook zo in de wedstrijd tegen Volendam, die we gelijk speelden. Mm-hmm. En die andere wedstrijd hebben we zeer ruim gewonnen. Dus dat betekent dat we overal beter kunnen zijn dan de tegenstanders waar we tegen gevoetbald hebben. Dat hebben we gedaan met zeer aantrekkelijk voetbal. Ik denk dat we in de top 3 staan met ploegen die de bal vaak in de 16 van de tegenstander brengen. Maar als je de laatste 3 wedstrijden kijkt, waarin we een kleine 40 kansen bij elkaar voetballen, dan moet dat rendement wel duidelijk omhoog. Als dat niet lukt, dan hoef je nergens meer over te beginnen. Want uiteindelijk beslissen de doelpunten of je wedstrijden gaat winnen. Ja, kwaliteit beslist toch ook of je wedstrijden wint? Ja, en kwaliteit beslist of uiteindelijk die ballen erin gaan. Ja, veel belangrijker vindt Alex, jij bent iemand die volgens mij heel goed dingen analyseert en de vinger op de zere plek kan leggen. Waarom is Sparta in jouw ogen een ordinaire middenmotor geworden? En wat is er nodig om die club echt structureel beter te maken? Dat is voor mij de allerbelangrijkste vraag. Ik denk dat het voor elke club geldt op het moment dat er een consistent beleid is. En een beleid gaat altijd over
Je moet jezelf afvragen als directielid, als hoofdtrainer, als je daarna gevraagd wordt. Waar staan we over 3 jaar? Waar staan we over 5 jaar? Waar staan we over 7 jaar? Op het moment dat je daar geen antwoord op hebt, nou, dan zeg ik even plat, dan kloten we gewoon in de marge. En dan kan het een keer meezitten en tegenzitten. En als je dan tekort punten haalt, naar de smaak van mensen die jouw werk amper kunnen beoordelen, ja, dan lig je er op een gegeven moment weer uit. Vertaald, het heeft aan visie ontbroken op het kasteel. Ondanks alle wat mensen er geweest is, weet ik niet. Wat er op dit moment precies is en hoe we naar de toekomst kijken, daar hebben we het wel dagelijks over. Is dat concreet genoeg dan voor jou? Dat wordt wel steeds concreter. We snuffelen ook nog 8 weken aan elkaar. En we hebben de korte termijn te bedienen. Daar hadden we het net over, want dat gaat gewoon door. Ja, en in de kantlijn kijk je, en dat is voor een club die inmiddels voor 4e of 5e jaar in de Jupiler speelt, is best lastig inkopen. Want wat moet je? Ja, deze speler kan aardig mee in de Jupiler League. Ja, dat, maar zo wil ik ook niet selecteren. De spelers moeten het team beter maken, zodat je, als je nu niet promoveert, volgend jaar mee kan doen. En als je promoveert, dat je daar meteen in de Eredivisie een goed figuur kan slaan. Want dat hebben we toch al vaak genoeg besproken hier, dat de kwaliteit van de selectie van Sparta toch ook een van de grote problemen is. Ja, er is de laatste jaren door Wiljan Vloed en ook door Beenhakker heel fors geïnvesteerd in spelers die gewoon middelmaat waren, die niet veel hebben toegevoegd aan Sparta. En dan blijft het met name pijn doen om te zien dat bij tal van andere clubs, vaak wel grotere clubs op een hoger niveau, allerlei mensen rondlopen met een Sparta-achtergrond die nooit lang of helemaal niet in het eerste van Sparta hebben gespeeld. Wat kan je daar dan, hoe kan je daar je stempel op drukken de komende periode? Nou, weet je, het is wel eens zo dat spelers die bij jou in de opleiding volwassen worden, en die hebben te kampen met allerlei goede dingen en problemen. Mm-hmm. Op een gegeven moment, als spelers met die problemen niet om kunnen gaan, dan kun je ze 1 of 2 keer waarschuwen. En op een gegeven moment, als ze niet normaal kunnen doen, vertaal ik het even vrij, dan moet je ze gewoon een punter geven. Als die spelers 2 clubs later bij een positieve komen en daar wel tot wasdom komen, dat hoort bij opgroeien. Ja. Ja, dan is het. Dan komen ze daar aan het spelen. Ik kom uit AZ-land. Op een gegeven moment waren er wel 20 spelers die in de Eredivisie speelden, maar niet bij AZ. Alleen, ze waren op dat moment voor AZ niet goed. Of hun gedrag was niet goed, of whatever. Ja. Ja, en die komen dan tot wasdom. Dat overkomt elke club. Maar hoe kan jij nu de komende maanden, want je krijgt straks de transferperiode, doet Warte vandaag weer vertrokken uit de eigen jeugd. Dus die jongen stroomt niet door naar het eerste elftal, maar gaat naar Jong PSV. Hoe kan je nou zorgen dat dan dat die kwaliteitsimpuls gaat komen, dat Sparta misschien verder voortgaat in de vaart der volkeren? Ja, het zijn denk 2 dingen. Het eerste is dat je moet de markt, waar jij in wilt vissen, die moet je goed in kaart hebben. Sparta zal geen transfersommen betalen. Dus nee. Je moet weten wie is het transfervrij of zou er eventueel onder zijn contract uit mogen. Is dat te betalen? Ja, en de tweede is dat je de omstandigheden binnen jouw club zo moet maken dat er op een gegeven moment zoiets is als een speler twijfelt tussen 2 clubs en hij kent iemand binnen jouw club, dan zegt nou, het is hier gewoon heel fijn werken. Ja, en dat is wat ik bedoel. Als je overdag fijn in je werk gaat en op de wedstrijddag is het, populair gezegd, het is gewoon een feest om aan die wedstrijd mee te doen. Dan denk ik dat spelers eerder voor je kiezen. Maar heeft de huidige mensen die daar verantwoordelijk zijn voor dat technisch beleid, hè? En dan heb je bijvoorbeeld ook Leo Beenhakker als man die de portefeuille technische zaken heeft, hebben die een groot genoeg netwerk of het lijstje groot genoeg in kaart gebracht zodat die kwalitatief goede spelers binnen kunnen komen bij Sparta? Transfervrije spelers die uit hun contract lopen? Nou, het lijstje is groot genoeg. Hè? En we leveren van diverse plekken leveren we input op dat lijstje. En Leo heeft natuurlijk wel het grootste netwerk, als je daarover kunt spreken. Maar er is een heel aantal mensen omheen dat ook een netwerk heeft. Nou, en ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment wel het eens zijn over het soort speler of het soort voetbal dat je wilt spelen. Ja, want jij komt zelf met Bayo bijvoorbeeld, hè? Nou, die kwam toevallig uit mijn netwerk. Ja. En die kwam op eigen kosten naar Portugal. En dan hebben we ook zoiets. Het kwam via een bekende van mij. Dus dat gaat dan wel makkelijker. Als het een bekende van je is, die gaat jou niet in de maling zitten nemen. En hij komt ook nog eens gratis en voor niets. Zorg voor zijn eigen vervoer. Ja, dan kijken we ernaar. En dan kijken of dat wordt. Zo hebben we ook onlangs naar een amateurspeler gekeken. En dan moet je gewoon kijken of dat een keer iemand is à la Thomas Verhaar. Die dus letterlijk wat toe kan voegen aan het team en voor niets is op te halen. Mag ik nou een persoonlijke vraag stellen? Heel kort, nee, we gaan naar de instart. Oké. Ja, dat heet heel mooi. Ja, leuke persoonlijke doen we vraag. Dat, doe je tijdens het filmpje. Ja, doe het want we praten namelijk over Excelsior, de doelman van Excelsior, Alessandro Dame. Dat is een jongen die ook uit de amateurs kwam, wat Alex net zei. Die kwam mee met zijn trainer. De trainer van Excelsior, dat was Marinus Dijkhuizen. En hij kwam mee van de Meren.
tegenwoordig worden al die jongetjes in de jeugd al gescout. En als je dan op een gegeven moment bij de senioren komt, dan vervliegt die droom eigenlijk wel. En dan wil je toch eigenlijk genoegen nemen met die amateurcarrière. Maar ergens achter in je hoofd ben je dan toch niet helemaal tevreden. En wil je toch meer. En ja, dat heeft er altijd wel gezeten. En ik denk dat het daardoor ook uiteindelijk gelukt is. Kom eens even terug, Lex. Ja. Er wordt een naaldje in mijn geval in mijn been gestoken. En dan proberen ze je spieren te triggeren. Gemeen? Nee. Lena, dame. Ik zit ook pas een half jaar bij Excelsior, dus dat is niks voor het lichaam. Het lichaam moet zich aanpassen natuurlijk, aan elke dag trainen. En nu ook wekelijks spelen, dus dan merk je dat je hier en daar wat pijntjes hebt, zoals dus Melis. Tot voor kort was het 2 à 3 keer per week trainen bij amateurclub VV Numeren. En dan had je toch wat meer rust. Van Amersfoort, nu eerst Veerman weg. Veerman, goed het doel verkleind door Alessandro Damen die daar op tijd is. Ik ging erheen als derde keeper en dan hoop je dat je... Dat je in dit jaar nog tweede keeper kan worden. Maar eigenlijk is het voor mij gewoon een schakeljaar. Wen aan het niveau, wen aan het wereldje. En noem alles maar op. Maar uiteindelijk is het toch net even anders gelopen. Dan mag je al vrij snel je debuut maken in de Eredivisie. En dan is dat gewoon genieten. Omdat ik het natuurlijk op latere leeftijd allemaal pas meemaak, besef je het misschien meer. Want voor jongens die al een hele jeugd in de opleiding van een profclub actief zijn, die weten niet beter. En ik ben andere dingen gewend. Ik ben naar school gegaan, ik heb gewerkt. En dan in één keer kom je hier en dan is dat besef groter, denk ik. Kom eens even staan. Op dit moment is Gino gewoon nog nummer 1, ik nummer 2 en Jordi 3. En wat de toekomst gaat brengen, dat gaan we wel meemaken. Ik zie je morgen. Ik overleg met Mario. Ja? Dus ga goed. Lekker. Ik zie je morgenochtend. Groetjes. Hoi. Alessandro Damen was dat dit weekend met Excelsior tegen Ajax. Even breaking news, want als je hier zit op deze stoel heb je vaak snel een nieuwe baan. Nou, dat blijkt. John de Wolf, interim trainer van Excelsior Maassluis bij de amateurs. Gaat hij Sesco Achterberg opvolgen die van de week opstapte? Dus dat is mooi voor John. Nou, jouw je vraag, want er zit heel Rijnmond zit nu te wachten op die vraag, die persoonlijke Alex, vraag. Ik zie nog altijd die prachtige zondagmiddag voor me, dat jij met Excelsior promoveert bij Sparta. Jij doet het nu bij Sparta ook weer goed. Althans, ik heb er alle vertrouwen 16 mei 2010 was dat, dat het jou goed gaat, dat het jou gaat lukken bij Sparta. Waarom lukt het jou niet op een hoger niveau? Bij NEC niet, bij AZ niet. Hoe komt dat? Nou, Ik had echt gedacht dat jij een toptrainer in het Nederlands betaalde voetbal zou worden. Nou, misschien is hij dat ook wel. Nou ja, ik kan allerlei dingen gaan aanroeren. Bij NEC is het volgens mij zeer goed gegaan. En op het moment dat we een nieuw seizoen ingingen en er 14 spelers vertrokken en er 6 terugkwamen, toen hebben we een aantal gesprekken gevoerd over hoe dat beter zou kunnen gaan. En daar werd niet op gereageerd, pas nadat ik weg was. Mm-hmm. Nou, AZ is een bekend verhaal. Ik heb mijn principes. Ik heb nee gezegd tegen een aanbieding voor 9 maanden. En daar bleef ik bij. Okay. Maar je had niet verwacht dat er andere clubs voor jou zouden zijn uit de Eredivisie? Dat die gewoon half september zeggen, kom dan maar hierheen. Ja, kom dan maar bij. Ja. Nee, maar is dat wel jouw doelstelling om toch weer op dat hoge niveau terecht te komen? Omdat je snel, in je eerste jaar, promoveerde je met Excelsior. Nou, het is wel leuk om op zeer hoog niveau te werken. Dan zijn de omstandigheden goed, de faciliteiten zijn goed. De mensen om je heen die hebben normaal gesproken wat kwaliteit. Nou, dat kan in de praktijk lelijk tegenvallen, kan ik je melden. Maar mijn persoonlijke drijfveer is het om het naar mijn zin te hebben. Ik hou van voetbal, ik hou van hard werken, ik hou van constructief werken. En daarin doet het eigenlijk helemaal niet toe op welk niveau dat is en hoeveel mensen daar komen kijken. Als ik het naar mijn zin heb, dan,
dan ben ik op mijn best. Een beetje zoals wij het ook. Dat hebben we op vrijdag met z'n tweeën. FC Jullie wekken wel die indruk, vind ik. Daarom gaan we ook afronden. Het persoonlijk totaal niet in soms. Dit was FC Rijnmond voor vandaag. Alex, dankjewel. Succes tegen RKC. Alsjeblieft, Jan Dirk, je ook weer succes dit weekend. Hè. Als je Feyenoord moet verslaan op de radio, al het voetbal weer dit weekend te volgen op Radio Rijnmond. Komende zondag is er weer FC Rijnmond met Jan Eversen. En zoals Jan Dirk al zei, komende maandag Sportclub Rijnmond. Uitgebreid in het teken van deze man. Fijn weekend. Oh, Johnny Daddy. Puts the ball in the netty. He's a super sweet and the hands are deep. Walking in Gedeppi Wonderland. Day song. So it's not bad. It's a good song. It's a good song. Yeah.